is eigenlijk helemaal niet zo koud, hè? Onstuimig. Het is gewoon een rustig ochtendje zo. Van de herfst is het zelfs warm. Zouden ze er wel zin in hebben vandaag, denk jij? Ja, ik hoop dat ze zich laten zien. Ja. Jongens, het zal wel. Oh ja. Jongen. Ja, het is echt oer. Dat is... Echt heel bijzonder hier zo in de bos, hè? Wat een geluid, joh. Ze komen dichterbij, volgens mij. Oergeluid, volgens mij zie ik het. Nou, dat was wel een magisch begin van de ochtend, vond je niet? Ja. Zo vanmorgen met dat gebrul. Ja, het blijft gewoon ook echt ontzettend gaaf. Altijd weer die edelherten. Het is echt zo'n oerbeeld. Ik weet bijna niet wat je hoort. Het is zo'n kracht wat er dan vrij komt. Ja, en dit is natuurlijk ook een goede plek, want er zitten veel herten. En het hele woud waar we nu zijn, daar ga jij vandaag ook naartoe, hè? Ja, het is ook een bijzondere plek voor het wild hier. Want edelherten, damherten en denk ook aan zwijnen, die worden hier niet meer bejaagd. Dus die krijgen hier de vrije hand. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het dan eigenlijk teweeg brengt. Hè? Als er dan niet meer wordt gejaagd op dat wild. Ja, heeft natuurlijk voordelen, maar ook nadelen. Je zou bijna denken dat je ze dan misschien wel meer ziet. Ja. Ja, ik ga naar de andere kant van de snelweg. Daar ligt de Veluwezoom. En sinds kort ligt daar ook een heel groot gebied van meer dan 1000 hectare... waar niet meer wordt gejaagd op herten en op zwijnen. En dat laatste dier, het zwijn, dat ga ik vandaag... Ja, achterna, wat doet hij? Wat betekent hij voor de natuur? Want het heeft natuurlijk een beetje een slechte naam. Er zijn er heel veel van, hè, op het algemeen. Ja, er zijn er heel veel van. Dat is oorzaak ook schade. Maar wat doen ze nou naar de natuur en wat doen ze er nou voor goed? Daar ga ik naar kijken. De vraag is natuurlijk of dat eigenlijk wel kan, hè? Natuur in Nederland zonder te jagen. Ja, ik ben heel benieuwd naar je conclusies. Ik denk wel dat het kan in een aantal gebieden. Ja, ik sta hier in het Beukenbos op de flanken van de Veluwe. De Veluwezoom, waar de Veluwe afzakt richting het IJsseldal. En hier heb je hele grote uitgestrekte beukenbossen. En die zijn heel belangrijk voor de natuur hier. Want de beukennootjes die er vandaan komen, ze liggen hier echt overal. Hier bijvoorbeeld, beukennootje, beukennootje, beukennootje. Dat is het voedsel van heel veel dieren. Van hele kleintjes, van muizen, vogels. Maar ook van wilde zwijnen, waar ik vandaag naar op zoek ben. En het aantal beukennootjes dat wisselt heel sterk van jaar tot jaar. Net zoals eikels, die ook veel door de zwijnen gegeten worden. En dit jaar is het een extreem goed beukennootjesjaar. En ze noemen dat een heel goed mastjaar. En dat heeft hele grote invloed op de aantallen zwijnen. Want de aantallen zijn nu eigenlijk heel laag op de hele Veluwe. Nou, dit jaar zijn er heel veel beukennootjes. Dat betekent dat ze er heel veel van eten. Dus ze vroeten hier met de neus door de strooisellaag en eten al die beukennootjes op. En dat betekent dat ze heel vet de winter in gaan. En dat betekent dat heel veel zwijnen de winter, hoe koud die ook wordt, gaan overleven. En bovendien dat heel veel zeugen, de vrouwtjes, zwijnen, volgend jaar biggen gaan krijgen. Dus volgend jaar knalt dat aantal wilde zwijnen gigantisch de lucht in. Het is ook een nadeel dat er zoveel beukennootjes zijn. Want dat betekent dat die
zwijnen in die eindeloze beukenbossen hier heel veel voedsel kunnen vinden. En dat ze heel verspreid door het gebied leven. En dat ze geen vaste plekken hebben. Dus is nog maar de vraag of wij ze vandaag gaan zien. En dan houden herten zich wel een beetje schuil bij die bosranden voornamelijk, toch? Ja, kijk, herten zijn van oorsprong, daar staan dammen. Zie je ze? Oh ja, oh, mooi zeg. Mooi donker, hè? Ja. Niet die bambies die in het hertenkamp hebt lopen. Ja. Hoeveel zijn het er nou? Klopje van? Er staan er daar, onder die dikke den staan er wat, daar rechts. Die scharrelen nu een beetje het bos in. Kijk, ze hebben ons wel in de gaten, maar geen blinde paniek. Nee. Heel beheerst. Kan je nog iets zien over die samenstelling van die groep? Wat kan je daarover vertellen? Nou, het is voornamelijk... Het zijn voornamelijk dames. Ik zie er geen man bij. En het zijn er meer dan dat je aanvankelijk denkt, want ze hebben zo'n goede schutkleur. En als ze gaan bewegen, dan vallen ze pas op. Het zijn dames met hun kindjes, zeg maar. Prachtig zeg. Zijn we net onderweg en dan is het meteen al raak. Gelijk al raak. Dan zie je het al. Ja. Hier een wissel van de zwijnen, zoals zo'n spoor heet. Ik weet ook waar ze hier naartoe gaan. Namelijk hierachter, daar ligt de grote zoel. En je moet je voorstellen dat zo'n zwijn hier in het bos leeft. En dat hij onder de teken zit en onder de hertenluizen. En dat irriteert hem natuurlijk. En om daar vanaf te komen, nemen ze hier een modderpoel. En de modder zit hier zelfs op die bomen. Maar ze langslopen op de terugweg. En hier zie je het grote poel midden in het bos, dikke vette blubber. En hier liggen ze regelmatig te rollenbollen. Zat ik helemaal vol met sporen van de zwijnen. En als ze hier hebben liggen rollen, dan komen ze daaruit. Helemaal bruin, klef, nat, vies van de modder. En vervolgens gaan ze tegen dit soort bomen. Oh, het is nog nat, dus ik denk dat ze vannacht zijn geweest. Maar in ieder geval, ze gaan zich hier tegen aanschuren. En met het schuren verliezen ze weer een deel van die modder. En met die modder ook een deel van de teken en andere parasieten. En een deel van die parasieten die gaat gewoon dood door die dikke modderlaag. Maar hier zijn zwijnen geweest. Herten doen het ook vaak. En dan zie je de modderstrepen tot veel hoger zitten. En wat die zwijnen hier doen, dat levert ook heel veel voor de natuur op. Want ze zijn in staat om op een beetje vochtige plekken in het bos, dus niet eens met water, maar gewoon een beetje natte stukjes, om daar te gaan graven, om daar te gaan rollen. En dat er dit soort zoelen, dit soort plasjes ontstaan. En dit is weer de plek waar libellen zich voor kunnen planten. Waar in het voorjaar padden zitten, iets later in het jaar kikkers zitten. Waar het hele jaar door vogels kunnen drinken. Dus dit is echt een hele belangrijke aanvulling op dit anders toch hele droge bos op de Veluwezoom. Topwerk van de zwijntjes. Zo eens even kijken. Zo kijken op dit pakje. Ja, voorzichtig zijn. Even bij de auto blijven. Mooi zeg. Maar geen paniek, hè? Ze vinden het best zo.
Die kleur die werkt wel goed, hè? Je ziet ze bijna niet, joh. Schutkleur. Ja. Kunnen we van jou niet zeggen. Nee, dat klopt. Ik denk dat ze mij wel hebben gezien. Is er nou eentje binnen die groep die het een beetje bewaakt, de rust? Of niet? Ja, dat is waarschijnlijk de oudste hinde. Ja. Die bepaalt een beetje wat er met de groep gebeurt. Als die gaat lopen, gaat de rest ook lopen. Ja. Deze zijn totaal niet schichtig, hè? Maar ze hoeven ook niet bang te zijn voor een jager. Want dan wordt hij bewust niet geschoten. En waarom wordt het in het hele woud eigenlijk helemaal niet gedaan? Ja, omdat we ruim 12 jaar geleden... begonnen zijn met deze vorm van beheer. We waren eigenlijk benieuwd, wat gebeurt er dan eigenlijk? Als we niet meer op die beesten jagen. Hè, dat doen we al sinds decennia, sinds eeuwen eigenlijk. En we zaten heel sterk in die modus. Dat moet. Want... Anders komen er te veel, is niet goed voor de populatie. Precies, allemaal van die zaken waarvan we dachten, ja, is dat nou werkelijk zo? Overlast misschien ook. Wat gebeurt er dan als we dat niet doen? Nou, toen zijn we begonnen met een experiment van 5 jaar. Zijn we allerlei dingen gaan meten. Onder andere de groei van de populatie. Hè, want dat ben je nou wel benieuwd naar. Dat hebben we 5 jaar gedaan. Daarna hebben we het weer 5 jaar gedaan. Nou, er zijn een aantal dingen veranderd. Heel sterk veranderd. Een van die dingen is het gedrag van die dieren. Zijn in de loop van die jaren van dat experiment aanzienlijk minder schuw geworden. Hè? Vandaar dat ze daar nu gewoon staan en wij hier met elkaar kunnen praten. Aantal is enorm toegenomen. Hè? Kans dat je die beesten ziet hier in het Delenwoud is natuurlijk groot. Maar het gedrag, de vluchtafstand, is ook veranderd. Dan kunnen die herten lekker hun gang gaan hier. Maar blijft er eigenlijk nog wel wat van het gebied over dan? Wat ze ook allemaal begrazen. Ja, nou ja. 300 damherten vreten meer dan 30. Hè? Want daar komen we vandaan. Maar er staat nog steeds voldoende. En dat houden we in de gaten. Het gebied is niet kaal gegeten. Echt niet. Dus, maar hoe het er over 30 jaar uitziet, dat weten we niet. Dat moeten we leren. En dat is ook het gave van deze vorm van beheer. We hebben niet overal een pasklaar antwoord op. Dat maakt het erg boeiend. Ja, ik lig hier op de bosbodem. Die bodem die is hier helemaal omgewoeld door de snuiten van de wilde zwijnen op zoek naar beukennootjes. En dat is een beetje jammer, want die beuken die overal staan, die produceren met z'n allen miljarden beukennootjes. En dat doen ze maar met één doel en dat is voortplanting. Nieuwe beukjes kweken. En hier op tientallen vierkante meter, ja, er zijn misschien wel duizenden beukennootjes de afgelopen jaren gevallen. En er staat hier één heel klein beukje. En dat is wel bijzonder, want de meeste nootjes die worden gewoon opgegeten door de zwijnen, door de muizen, door de vinken. En dan moet je maar hopen dat je toevallig gemest wordt, dat je kan kiemen. Dat je dan niet alsnog wordt afgevreten door de muizen en dat je dan kan opgroeien. Nou, deze is nog geen boom, want je hebt goede kans dat hier een Schotse hooglander langskomt. Dat hier een edelherder van ree langskomt en dat je alsnog afgeknabbeld wordt. Maar als het je dan lukt, dan word je op een gegeven moment een boom. Nou, het gebeurt er zelden en dat is ook niet zo erg, want zo'n beuk achter me kan een paar honderd jaar worden. Dus je hoeft maar één boom in een paar honderd jaar te hebben om zo'n oude beuk te vervangen. Van al die miljarden beukennootjes hoeven er maar enkele te kiemen, wil je hier gewoon voor altijd beukenbos houden. Kijk, zie je daar voor ons? Een hele groep, midden op de weg. Een hele groep, ja. We staan er een paar een beetje te kijken, de rest vreet rustig door. We staan daar onder de Amerikaanse eiken. We zullen wel een beetje snoepen van de eikels die gevallen zijn. Een beetje snacken, hè? Ja, een beetje snacken. Er zijn heel veel eikels dit jaar.
Deze herfst hebben de zwijnen voldoende beukennootjes en eikels. Maar in de loop van de winter wordt dat ook minder. En wat ze dan gaan doen, dat is deze velden vol met adelaarsvarens omploegen. En waarom ze dat doen, dat is omdat hier onder de grond zitten de wortels van de adelaarsvaren. En in de winter vreten ze dat en mas en leven ze daarvan. Nou wordt hier in het hele woud bewust niet bejaagd, hè? Nou, ik heb met eigen ogen kunnen zien waar dat toe leidt. Wat stikt hier van het wild? En ook van heel dichtbij kun je dat meemaken. Dat is het hartstikke mooi voor hier, maar dat werkt natuurlijk niet in andere gebieden. Misschien wel, daar moeten we nog achter komen. Maar ik kan me voorstellen dat deze vorm van beheer niet overal gewenst is. We komen graag naar de natuur toe als mens, maar het is ook vaak zo dat als de natuur heel dicht bij ons komt, dat we dat een beetje eng vinden. Wat ik daarmee bedoel is dat dergelijke hoeveelheden wild die hier rondlopen, die willen we liever niet bij de bebouwde kom hebben. Want dan komen ze onze tuinen in of ze eten de oogst bij de boer op. En daar kunnen we natuurlijk maatregelen tegen treffen. Daar kan je een rastertje tegen plaatsen of je kunt die dieren verjagen. Je kunt ook besluiten om over te gaan tot afschot. Nou, wat dat betreft hebben we gewoon een trucendoos. Is het dan een kwestie van overtuigen? Want wie is er nou werkelijk aan zet dan? Wie gaat er nou over dat beleid om te zeggen we gooien alle poorten open? Nou, degene die uiteindelijk over het beleid gaat, dat is de provincie. En de diverse terreineigenaren op de Veluwe stellen gezamenlijk onder leiding van de faunabeheerenheid een gezamenlijk faunabeheerplan op. En daar zit dit beheer in het Delenwoud, zit ook in dat plan. Dus we mogen dit doen, daar hebben we toestemming voor. En draait het dan vooral om de dieren of ook om de mensen, omdat wij dat nou eenmaal leuk vinden om te beleven allemaal? Ja, het draait natuurlijk toch uiteindelijk om de mens, want ook waar we het nu over hebben, en wat we hiervoor bedacht hebben, dat komt voort uit onze behoeften. Onze behoeften aan wat wij dan noemen het moet natuurlijke. Het is natuurlijk ook mooi, hè? Het is ontzettend mooi. Het is heel gaaf. Ja. Hier een regenworm. Slakken. Nog meer regenwormen. Ja, al dit soort kleine beestjes zijn de reden dat de wilde zwijnen hier ook naartoe komen. Want in het bos daar hebben ze heel veel te eten. Beukennootjes, eikels, wortels van planten. Maar ze willen ook vlees. Het zijn omnivoren. Ze willen eiwitten eten. En om daarbij te kunnen ploegen ze hier die hele zaak om. Nou, voor de natuur is dat echt fantastisch. Want op dit soort kale plekjes kunnen we allerlei soorten planten kiemen. En dat zijn vaak pionierplanten. Planten die bijvoorbeeld alleen het akkers kennen, zoals hier. Echte kamille met die witte bloemetjes, echt een akkerplant eigenlijk. Maar hier zie je dus een natuurlijke plek in die omgeploegde weilanden. En je hebt overal kale stukjes zand, het hele jaar door. En leven we allerlei soorten graafwespjes en graafbijtjes. En zelfs zandhagedissen kunnen zich op dit soort zandige plekjes voortplanten. Dus het zorgt echt voor een gigantische verrijking van een eerder heel saai grasland. Dus het lijkt schade, maar voor de natuur is het echt een aanwinst dat de varkens hierin kunnen. Zag je die herten net? Oh, dat zijn volgens mij hele grote. Ja. Wacht maar. Kunnen we naartoe sluipen? Daar kunnen we wel een beetje naartoe, ja. Dan gaan we hier door het bos. Dan hebben ze ons niet in de gaten. Er staat een hele groep dammen. Ja, ik zie het. En iets links daarvan zie je die edelherten. Die staan echt door het bos heen op die vlakte. Oh ja, ja, ik zie het. Zie je ze? Ja. De grote hert, wow, het grote hert, dat staat erbij. Wat een reus. Dat is echt een jumbo. Dat is echt een jumbo.
Wat vind je er nou van als je dat zo ziet? Dat is helemaal super. Ja, ik zie het natuurlijk met enige regelmaat, maar ik vind het nog steeds prachtig. Ja. Ik ben op weg naar het uitzichtpunt Heerlijkhuizen, zoals die heet, van de Tielmonumenten. Het is gewoon vrij toegankelijk. En dat het een goede plek is, blijkt nu al, want naar ginds staat een rijtje te grazen. Met blote oog kan ik dat zelf zien. En dat is wel leuk, want vroeger graasde dat reetje hier gewoon in het boerenweiland. Net zoals de zwijnen. Nu komen ze hier ook, ploegen ze alles om. Dat deden ze vroeger ook, alleen vroeger waren ze niet gewenst. Want daarin staat de ruïne van boerderij Heerlijkhuizen. En toen was dit gewoon van de boeren, die planten hier zijn gewassen. Er stond hier graan of misschien was het weiland, weet ik niet. Maar in ieder geval, boerenland, daar wil je geen varkens in hebben. Geen wilde varkens. Dus nu werden ze hier geschoten. En nu is het natuurgebied, nu mogen ze hier in gang gaan. Ja, wat ik al eerder vertelde, het is gewoon een verrijking voor dit soort graslanden. Nou, dat is leuk voor hier, maar hier nog een kilometer verderop, daar ligt het IJsseldal. Daar beginnen echt de intensieve landbouwgronden. En daar zijn zwijnen niet zo heel erg handig. En officieel mogen ze daar ook niet komen. Buiten de Veluwe en de Mijnweg in Limburg mogen ze nergens in Nederland komen. Ja, dat doen ze natuurlijk wel. Dat blijkt er wel de afgelopen jaren. Ze zitten op steeds meer plekken. En dat nulstandsbeleid, zoals dat heet, dat is een beetje een wassenneus. Het slaat nergens op. Bijvoorbeeld in Gelderland, bij Nijmegen, Groesbeek. Daar stikt het van de zwijnen. En de afgelopen jaren hebben ze een massa geprobeerd die zwijnen weg te schieten. En dat is niet gelukt. Wat ik zeg is, schiet ze weg waar ze overlast veroorzaken. Dus vooral in de landbouwgebieden. En in de wat grotere natuurgebieden van een paar duizend hectare. Die heb je bijvoorbeeld ook bij Nijmegen. Ja, natuurlijk de Veluwe, die is heel groot. Laat ze daar met zoveel mogelijk met rust. Zodat ze daar in gang kunnen gaan. En zo gauw als ze eruit komen, voorkom dat ze schade veroorzaken. En dat doe je als eerste met het beschermen van je gewassen. Dat zie je rond de Veluwe ook overal. Gewoon met schrikdraad waar stroom op staat. En als het echt niet werkt, ja, dan mag je van mij best schieten. En dus de kans dat je zwijnen ziet buiten de Veluwe wordt steeds groter. Maar of wij hier ook een kans hebben op zwijnen, geen idee. We gaan hier wachten. En ondertussen, terwijl het zonnetje zakt, genieten van het reetje wat erin staat. Misschien komen er nog wel meer. Nou, het is natuurlijk hartstikke mooi als zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten. Hè? Dat wild wat hier allemaal rondloopt. En dat is ook wat de leden willen van Natuurmonumenten. Hè? Dat hebben jullie ook gezien in een enquête. Ja, we hebben ruim een jaar geleden hebben we op internet onze leden, maar ook niet-leden, gevraagd wat ze van het faunabeheer vinden. Wat ze van ons verwachten op dat vlak. Ruim 40.000 mensen hebben daaraan meegedaan. Zoals we dat nu op het Delerwoud doen, dat is echt een vertaling van de uitkomst van die enquête. En het Tielmonumenten pakt nou niet voortdurend het geweer. We hoeven niet elk probleem met fauna op te lossen via afschot. Nee, er zijn alternatieven. En eigenlijk is het geweer het sluitstuk. Dus zoals we dat hier nu doen, met niet bejagen, is duidelijk een uitkomst van die enquête. Dus we doen in die zin wat de leden van ons verwachten. En niet bejagen, is dat ook de toekomst zoals het verder in Nederland nu ook verder gaat gebeuren? Verwacht je dat? Nee, ik verwacht niet dat heel Nederland jachtvrij zal worden. Zeker niet, zeker niet. En ik denk ook niet dat dat verstandig is in een aantal situaties. Maar ik denk wel dat we, zoals we dat hier doen, verder door kunnen voeren. En dat dat op meer plekken kan gebeuren. Zodat die beesten ten eerste zichtbaarder worden. En ten tweede een leven kunnen leiden wat minder sterk beïnvloed wordt door het gedrag van de mens. Thank you.
zon is inmiddels achter de horizon verdwenen. Dus hoe dan ook, een prachtige, zonnige zowaar afsluiting van een mooie dag op de zuidelijke Veluwe. En ik ben nog heel even wachten tot het echt stikdonker is. Een stukje onder de top zit een specht een beetje te poetsen. Heel relaxed. En het is een grote bonte specht. En voor de grote bonte specht, maar ook andere spechtensoorten, is dit echt een fantastische plek. Maar vooral ook heel veel beestjes die aan dat dode hout zitten. En dat is ook waar die specht zelfs nu naar op zoek is, want je ziet de spanen zijn er rond te vliegen.